jammer dat je zo'n korte termijn zo'n belangrijke beslissing moet nemen, want het blijft erbij. Dus ik denk dat het dan ook goed is dat zo'n dossier dan ook gesloten gaat worden. Dat kan. Daar ook mooie dromen bij hadden, maar dat de werkelijkheid ook soms wel wat weer barstig was of anders bestemd werd dan wij dat aanvankelijk dachten. Maar in ieder geval is het zo dat door de verkoop hebben we niet meer de rentelasten. Dat geeft een structureel resultaat van 4 ton op jaarbasis, als ik zo even over de duim reken. Ja, de Noordflank was een plan om grootschalig te bouwen. De gemeente heeft besloten om dat niet meer te doen. Er zijn toen een aantal alternatieven genoemd. En een van de alternatieven was dus dat dorpslandgoed. Men is niet klaargekomen met positieve cijfers om dat te kunnen realiseren. En vandaar dat wij heel nadrukkelijk zeggen, en dat hebben we als LTO altijd al gezegd, van als het niet bebouwd mag worden, doe het dan weer terug naar de landbouw. Niet voor intensieve bedrijven, maar laat het voor extensieve grondgebonden bedrijven. En dan heb je het over 2 of 3 landbouwbedrijven met zo'n 100 tot 150 koeien. En we hechten er erg aan dat het amendement aangenomen wordt. Waarom? Omdat je hiermee heel duidelijk naar de provincie toe aangeeft wat je wel wil, wat je niet wil. Ja, dat dorpslandgoed, dat lijkt heel erg mooi. Een hele ideële oplossing dat we met elkaar allemaal het gebied beheren en verzorgen. Is tot nu toe nog steeds niet gebleken dat het onderzoek dat het haalbaar is. Men vraagt nog 1,5 jaar tijd om verder onderzoek te kunnen doen. Ja, dat betekent dus dat er geen geld op de tafel komt, geen geld op de plank komt en dat er nog eens een keer weer geld en onderzoek gepleegd moet worden van het geld van de burger van Almelo. We staan er als Almelo gewoon hartstikke slecht voor. En ja, wat ons betreft is het nu eens een keer verstand gebruiken en niet alleen meer emotie en ideële situaties bekijken, maar echt de beste en economisch de hoogste rendement nu halen. En dat is verkoop van de grond aan de provincie. Het voorstel is aangenomen met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Mogen we de details alstublieft